Welkom bij Dierentehuis Stevenshagen. In dit filmpje laten we u graag iets meer zien van ons hondenpension. Loopt u maar even mee. De breng- en haaltijden voor ons pension zijn elke dag tussen 10 en 10:15. En 's middags van maandag tot en met zaterdag tussen 1 en 4. En op zondag van 4:15 tot 4. Zorg dat u uw paspoortje meeneemt waar de inentingen staan. Heel belangrijk, want als de inentingen niet in orde zijn, dan kunnen we uw dier niet aannemen. En dan valt er een hele vakantie in de soep, dus dat is geen goede situatie. Als u de hond komt brengen, kunt u zich bij de balie melden. Iemand van ons neemt dan de hond van u over. Bij het brengen mag u niet meelopen naar de kennel. Het is namelijk gebleken dat op die manier het makkelijker is voor de hond om aan ons te wennen. Intussen kunt u de administratie doen, het vaccinatieboekje afgeven, dat blijft hier tijdens het verblijf. En we hebben graag een spoedtelefoonnummer voor als er iets is wat we willen overleggen. Dat kan iemand zijn die de hond goed kent of uzelf, als u zelf mobiel bereikbaar bent. Dit is de centrale hal en al onze kennels die komen hierop uit, de gangen van de kennels. En op de afdeling hebben we 4 hokken per afdeling. Alle honden hebben een eigen hok waar ze in hun eentje in zitten. Tenzij ze met meer honden uit één gezin, want die kunnen natuurlijk wel samen in een kennel. Of als de eigenaar zegt ik wil liever verschillende, dat mag ook. Standaard geven we de honden 2 maal daags te eten. 1 keer tussen 8 en 9 en 1 keer tussen 4 en 5. Op verzoek van de eigenaar kunnen we dat natuurlijk ook vaker of minder vaak doen. U mag voer meegeven. Maar zoals u ziet, we hebben ook heel veel dingen in voorraad. Dus we krijgen eigenlijk ook de meest kieskeurige klanten altijd aan het eten. Medicijnen is natuurlijk wel belangrijk dat u die meegeeft. En ook voldoende meegeeft. Mocht er een keer eentje vallen of u komt toch een dag later terug, dan willen we zeker weten dat we altijd voldoende in voorraad hebben. Ze worden 2 keer per dag uitgelaten. Hier is de lijst met alle namen van de honden, met alle namen van de mensen die uitlaten. En die gaan lekker met ze erop uit. Soms in het hondenbos en soms aan de riem. Lekker snuffelen rondje door de wijk. Hier staan we in ons prachtige hondenbos. Ik hoor in ieder geval heel goed alle vogeltjes fluiten en kletteren. De honden kunnen hier gewoon lekker loslopen omdat het helemaal omheind is en in principe kunnen ze hier niet weg. Ze gaan lekker 2 keer per dag naar buiten. Onze honden krijgen, de pensionhonden krijgen aandacht van onze vrijwilligers. En kunnen zich helemaal het schompers rennen, om maar zo te zeggen. Of juist gewoon gezellig lopen scharrelen en alle luchtjes in zich opnemen. Het kleine bos wat u nu ziet zijn geen tennisballen aanwezig, dus voor honden die tennisballen willen inslikken, is dat ook veilig. Andere bos liggen wel heel veel tennisballen en dat is weer leuk voor de honden die daar goed mee kunnen omgaan. Hey, Koke. Bij het ophalen geven we altijd een eerlijk verslag over het pensionverblijf. En voor hond en baas is het natuurlijk geweldig dat u hem zelf uit de kennel mag halen. We denken dat Ravi het in ieder geval naar zijn zin heeft gehad. Wie weet tot ziens bij Dierentehuis Stevenshagen.